Het bijzondere van dit boek is dat het niet alleen laat zien hoe het idealiter gaat in de economie, dat vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn en dat de marktuitkomsten efficiënt zijn, maar het laat ook zien hoe de dingen mis kunnen gaan. Hoe inefficiënt bedrijfstakken en hele economieën kunnen zijn. En verschillende collega's, onder andere van de Universiteit van Amsterdam, die hebben mij al gezegd dat ze heel erg blij zijn dat ik aantoon hoe je dat soort verstoringen kunt meten. In principe heb je niet zo heel veel zin om een leerboek te schrijven, want het is erg tijdrovend. Collega's waarschuwen mij ook. Maar ik was ontevreden over de bestaande microleerboeken. Er wordt uitgelegd de theorie van de consument, de theorie van de producent. Maar hoe dat dan samenwerkt, hoe de prijzen tot stand gebracht worden, dat is een beetje duister. Er valt een zogenaamde Edgeworth box uit de hemel en studenten hebben grote moeite om dat te relateren met wat ze eerder hebben geleerd. Dus als studenten geconfronteerd worden met modellen zoals die gebruikt worden op het Centraal Planbureau of in internationale handelsbesprekingen, dan hebben ze werkelijk geen clue hoe je die zou moeten begrijpen. En dat wordt duidelijk uitgelegd in dit boek. Ja, is het daarmee een weerslag van de theorie of van de praktijk? De meeste leerboeken micro-economie zijn een weerslag van de theorie. Je hebt de theorie van de vraag, je hebt de theorie van het aanbod en dan worden de prijzen geanalyseerd zodanig dat vraag gelijk is aanbod, de zogenaamde evenwichtsprijzen, en die zijn dan efficiënt. En er zijn zelfs economen die denken van nou, dat is allemaal mooi. Maar het probleem is dat in de werkelijkheid er geen volkomen competitief evenwicht is. Je hebt ernstige verstoringen, er is marktmacht, je hebt prijsopdrijvingen. En in dit boek wordt het algemene evenwicht gebruikt als een benchmark. Dat is inderdaad efficiënt, maar het wordt niet geïdentificeerd met wat er in de werkelijkheid gebeurt. En het verschil tussen wat er in de werkelijkheid gebeurt en die benchmark is heel interessant, want het is een maatstaf voor de inefficiency in de economie. Hoe gaan we dit boek zien? Hoe gaan we het boek gebruiken? Dit boek gaat gebruikt worden door studenten die de basisprincipes van economie hebben gehad. Ze hebben een principles course gehad. En dan gaan ze zich verdiepen in micro-economie. Dus dat gaat gebeuren op de universiteiten, op geavanceerd bachelorsniveau. Ja. Zowel in het binnenland als in het buitenland. Is het dan zo'n boek schrijven iets wat je in je eentje doet? Ja en nee. Ik ben de enige auteur en ik had de ideeën om dit op te zetten. Maar op een gegeven moment heeft de uitgeverij besloten om er een zogenaamd groot project van te maken. En dat betekent dat er een enorm team bij betrokken is. Er waren 12 meelezers en die hebben elk in 2 rondes een rapport geschreven. En er werd ook scherp op toegezien dat ik hun verbeteringen zou aanbrengen. Verder sta ik er bekend omdat ik een beetje kortaf schrijf en nogal formeel ben. Dus er is op een gegeven moment ook iemand opgezet die ervoor zorgt dat alles heel erg soepel geschreven wordt. Werkelijk elke zin in dit boek is herschreven door iemand. Dat is een historica in New York. En de doelstelling, de opdracht was dat zelfs zij de inhoud van het boek zou kunnen begrijpen. En ik meen dat dat gelukt is. Dus er was een enorm groot team. En iedereen was ermee bezig. Op een gegeven moment had ik het gevoel van God, is het nog wel nodig dat ik zelf ook schrijf. Maar dat was zo.